kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering presenteert pakket aan maatregelen om Suriname uit crisis te halen. Ministerie van Onderwijs blikt vooruit op nieuw schooljaar en daarbij geldende protocollen rond COVID-19. En Arun Yadunat Misir neemt Beheerdirectoraat Economische Zaken over. Het is de regering menens Suriname financieel-economisch weer stabiel te maken. Daarvoor zullen er maatregelen getroffen worden om onder meer de inkomsten van de staat te verhogen en tegelijkertijd de uitgaven te dekken, als ook het uitbetalen van ambtenaren salarissen te garanderen. Daarbij is het aanpassen van de belastingschijven ook noodzakelijk, zodat de fiscale maatregelen resultaat leveren. Tegen deze achtergrond heeft president Chandrika Prasad Santokhi op vrijdag 18 september 2020 het pakket van maatregelen die de regering wenst te treffen aan de Nationale Assemblée voorgehouden. Laat me alvast beginnen door te refereren naar dinsdag 1 september, jongstleden. Daar hebben wij in uw geacht college de laatste vergadering gehad voor de aanvang van uw reces. Op deze vergadering had de regering informatie verschaft over de COVID-19 situatie in Suriname en de maatregelen die door de regering zijn genomen. De voorzitter, het doet ons goed om u te kunnen informeren dat als gevolg van de maatregelen van de regering die op basis van overleg en dialoog tot stand zijn gekomen, het aantal COVID-19 gevallen dalende is. Hierop kom ik straks terug. Meneer voorzitter, binnen dezelfde vergadering had de regering u ook gevraagd dat na uw reces vandaag dat wij verder wilden ingaan op actuele financiële en sociaal-economische vraagstukken. Deze vergadering, meneer voorzitter, is vooruitlopend op de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2021 en mijn jaarrede die ik op 29 september aanstaande ten overstaan van uw college zal uitspreken. Ik zal beginnen met een algemene inleiding en zoals eerder aangekondigd zal dan de vicepresident en daarna gevolgd door de verschillende ministers gedetailleerd ingaan op verschillende zaken die specifiek in feite bestemd zijn voor hun domein. Voorzitter, allereerst wens ik te benadrukken dat vandaag precies 2 maanden is dat wij als regering aanzitten. Binnen deze 2 maanden zijn we eerst begonnen met de eerste oriëntatie en inventarisatie van wat voor ons was achtergelaten. En op maandag 3 augustus heeft de regering in een persconferentie en daarna op donderdag 6 augustus ten overstaan van uw college de eerste resultaten van de oriëntatie met u gedeeld. Op basis daarvan hebben we 3 prioriteitsgebieden vastgesteld. 1. Het beheersen van de COVID-19 verspreiding. 2. Het werken naar oplossingen voor de financiële crisis. En het bestrijden van de enorme armoede in de samenleving. Natuurlijk is het bijzonder belangrijk om de uitgangspositie vast te stellen. En laat mij voorop stellen dat alhoewel wij niet te veel willen terugblikken op alles wat er afgelopen 10 jaar is gebeurd, er toch zaken zijn die aan het licht zijn gekomen en die naar ons inziens vrij ernstig zijn, meneer de voorzitter, waarvan wij het als regering, het parlement ook, wensen te informeren. Maar nog belangrijker is voor ons om vooruit te kijken. Wat gaat de regering doen om de grote problemen waarin wij verkeren op te lossen? Natuurlijk moeten de zaken die in strijd met de wet zijn gepleegd heel serieus worden aangepakt. En hierover kom ik straks nog terug, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de visie van deze regering is dat we
naar een samenleving zullen moeten groeien waar iedere Surinaamse burger gelijkwaardig wordt behandeld en gelijke kansen krijgt ongeacht afkomst, vermogen, ras en of religie. Als een ieder vooruit kan kijken, meneer de voorzitter, alleen dan kunnen wij als natie groeien en verder werken aan natievorming en de eenheid in de samenleving verder versterken. Maar dat gezegd hebben, meneer de voorzitter, is het wel belangrijk dat u zich wel bewust van bent van de uitgangspositie van waar wij moeten vertrekken. Het is ook belangrijk om aan te geven wat we allemaal aangetroffen hebben en welke puinhopen allemaal eerst opgeruimd moeten worden voordat je gaat naar die stabilisatie en de groei, meneer voorzitter. De voorzitter was voor ons vrij onduidelijk wat de precieze financiële positie van de staat was. De cijfers en de administratie waren een grote puinhoop. Nu meer zaken zichtbaar worden, is het duidelijk namelijk dat er sprake is van, op zijn zachtst gezegd, een financieel wanbeleid van de afgelopen regeerperiode. En we gaan u laten zien met cijfers, meneer voorzitter, daarop komt de minister van Financiën straks aan het woord. Na veel onderzoekwerk in de afgelopen periode, de afgelopen 2 maanden, laat me dat benadrukken, hebben we nu een beetje beeld, een duidelijker beeld kunnen krijgen van de financiële stand van zaken. Meneer voorzitter, voor wat betreft de schuldpositie van de staat, is het allereerst goed vast te stellen dat uitgedrukt in Amerikaanse dollar de totale staatsschuld derhalve per eind juni 2020 4,1 miljard Amerikaanse dollar is. Dat betekent dat iedere burger in ons land, ieder kind dat geboren wordt in ons land, geboren wordt met een schuld van 7,130 Amerikaanse dollar, meneer de voorzitter. Daarnaast is bekend dat vele schulden zijn afgesloten tegen weerzinwekkende voorwaarden, meneer de voorzitter. We hebben overeenkomsten gezien met rentepercentage van boven de 13% per jaar. We hebben al gemerkt, dat is eerder ook aangegeven, dat alle grote inkomstenbronnen voor ons als land zijn afgegrensd, zoals de inkomsten uit oliesector, de inkomsten uit goudsector, zodat die niet ten gunste kunnen komen van de, zodat die nu ten gunste komen aan de schuldeisers, meneer de voorzitter. Tegelijkertijd moet ik opmerken dat we de afgelopen 10 jaar ook grote inkomsten hebben gehad. De staat heeft belaste inkomsten gehad van 33 miljard Surinaamse dollars. De staat heeft daarnaast overinkomen gehad van 11,8 miljard Surinaamse dollars. En ik noem hierbij het voorbeeld van staatsolie dat afgelopen 10 jaar 2 miljard Amerikaanse dollar aan de staat heeft betaald. Daarna is er in de 10 jaren, meneer de voorzitter, in totaal 45 miljard Surinaamse dollar bij de staat binnengekomen. En dan zitten we nu met een schuld van 4,1 miljard Amerikaanse dollar. Meneer de voorzitter, ik haal dit aan omdat met deze bedragen, met goed beleid en goed bestuur, Suriname nu een geweldig en een prachtig land zou moeten zijn. Maar in tegendeel, we zitten in een enorme financiële crisis. De vraag waar velen nog steeds stellen waar dat geld gegaan is, gebleven is, dat zullen wij gaandeweg, daarop zullen we gaandeweg ook meer inzicht krijgen, meneer voorzitter. En ik geef u de garantie dat we daarop ook acties zullen loslaten. Maar het houdt daarbij niet op. Er zijn ook met verschillende binnen- en buitenlandse aannemers contracten afgesloten die nog steeds lopen. Vaak zijn deze contracten tegen zodanige voorwaarden, meneer voorzitter, dat we niet onder deze contracten uitkomen of alleen onderuit kunnen komen tegen betaling van forse boetes. En dat we bij sommige contracten grote vraagtekens hebben over de hoogte van de bedragen die de staat zal moeten betalen ten opzichte van de prestaties die door deze firma's moeten worden geleverd. Om maar niet te spreken van het vele personeel dat in dienst is genomen na de verkiezing en voor de regeringstransitie nog erbij, maar de voorzitter, soms met hele ernstige en ingewikkelde wurgcontracten. De voorzitter, we hebben arbeidscontracten gezien waar we personen dicht bij geleerd
aan de vorige regering ruim 10.000 Amerikaanse dollar per maand verdienen. Let wel, Amerikaanse dollar per maand verdienen. Recht hebben op onbeperkt business class vliegen. Daggelden van $400 per dag. Op reis met een looptijd van 10 jaar. Een opzegtermijn van 2 jaar. Meneer voorzitter, zo zijn er vele van de werkcontracten. Meneer voorzitter, dit is slechts de financiële schade. Naast de financiële schade hebben we ook geconstateerd dat verschillende instituties in ons land zijn uitgehold. Ondanks de hoge inkomsten, ondanks de grote leningen, is er heel weinig geïnvesteerd in de onderwijssector, de zorgsector, de rechterlijke macht, de politie en in veiligheid van de burgers. De armoede en geweld zijn daarom enorm gestegen. Kortom, de Surinaamse burger heeft als gevolg van de financiële, sociaal-economische en maatschappelijke situatie jaren aan ontwikkeling moeten inboeten. En belangrijk is dat deze Surinamers daarbij totaal geen schuld hebben om in deze situatie te zijn geplaatst door de vorige regering, meneer voorzitter. Het nieuwe schooljaar vangt over precies 2 weken aan. Ingevolge de nieuwe normaal vanwege COVID-19 zal het onderwijsproces met inachtneming van de geldende protocollen opgestart worden. Het ministerie van Volksgezondheid is thans doende alle voorbereidingen daartoe te treffen. Tijdens een op donderdag 17 september 2020 belegde persconferentie is de leiding van het departement nader ingegaan op de verschillende maatregelen voor de start van het nieuwe schooljaar. U hoort onder meer onderwijsminister Marie Levens. Beginnen we met het nieuwe schooljaar. 144.000 leerlingen en meer dan 10.000 leerkrachten die gaan weer samen aan het werk in bijna 600 scholen en gebouwen en in heel Suriname, stad, district en binnenland. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur doet er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID-19. In overleg met het ministerie van Volksgezondheid en andere deskundigen zijn de scholen veiliger gemaakt. Technisch veilig, persoonlijk veilig en heel anders op het gebied van onderwijs. De scholen zijn goed schoongemaakt. Daarnaast zijn er aanvullende hygiënische maatregelen getroffen. Inclusief de sanitaire voorzieningen. En hebben we de wasbakken weer in orde gemaakt. Er zijn kranen, er is stromend water. En vragen wij de kinderen om een klein flesje zeep mee te nemen naar school. Heel klein beetje zeep. Zodat zij hun handen goed kunnen wassen op school. Op het schoolerf en in de klas is mond- en neusbedekking verplicht voor alle leerkrachten, al het ondersteunend personeel en kinderen vanaf 6 jaar. Met name, dat betekent de kinderen van de kleuterschool hebben geen kapjes op, maar die van de lagere school dus wel. Van iedereen die het schooltrein opkomt, worden de handen gereinigd en wordt de temperatuur opgemeten. Het is de bedoeling dat elke leerling naast de neusbedekking, de mond-neusbedekking, ervoor zorgt dat ze een klein flesje zeep bij zich hebben, dat heb ik al gezegd, en als het kan, sanitizer, maar dan wel op 60% alcoholbasis. Kinderen die met de schoolbus of schoolboot naar school gaan, zullen het komend schooljaar ruimer zitten. Daar zijn speciale protocollen voor geschreven.
Verder, in één leslokaal mogen maximaal 10 leerlingen zitten. In een lokaal van 7 bij 7 meter is het lokaal kleiner, dan mogen er maar 8 in de klas. Een leerkracht mag maximaal 30 leerlingen hebben, maar dan wel verdeeld in groepjes van 10. De kinderen kunnen dus niet elke dag naar school. Er worden schema's uitgewerkt voor onderwijs in de klas en onderwijs op afstand, dus ook voor thuis. De schoolleiders leiden dit proces omdat elke omstandigheid anders is. We werken namelijk in stad, district en binnenland. Expliciet wil ik aangeven dat de ouders geen leerkracht zijn. En wij mogen dus ook niet verwachten dat ze thuis de rol van de leerkracht overnemen. Maar ze mogen wel helpen en ze mogen vooral stimuleren dat de kinderen hun huiswerk thuis maken wat ze van school meekrijgen. Om na zoveel maanden van grote onzekerheid toch nog te beginnen, op 1 oktober moeten we wel veel mensen bedanken. Het is niet vanzelfsprekend dat we beginnen. In veel landen is men nog niet zo ver en zitten de kinderen nog steeds thuis of ze kunnen het hele schooljaar niet naar school. Wij danken vooral de groepen die de tijd hebben genomen om met ons van gedachten te wisselen en ons advies te geven. Bijvoorbeeld de onderwijsbonden, de bus- en boothouders, de ouders en verzorgers, de schoolleiders en leerkrachten die hun vakantie hebben opgeofferd. Alle tuinmannen en schoonmakers die extra hebben gewerkt tijdens de vakantie. Vrienden uit het bedrijfsleven. We hebben vele groepen gesproken. We hadden namelijk eerst draagvlak nodig, want deze reis gaan we samen moeten maken. Ik dank ook alle mensen die via de media artikelen hebben geschreven en hun vaak kritische bijdragen hebben geleverd op ons werk. Maar ook dank aan onze vrienden in het buitenland met wie wij hebben kunnen vergaderen dankzij de technologie. We hebben van elkaar geleerd. Onze collega's in Brazilië, de Verenigde Staten van Amerika, Jamaica, Colombia, Nederland en België gaan door dezelfde oefening als wij en het was goed om met hun te kunnen praten en van gedachten te kunnen wisselen. Wij zijn niet alleen, we hebben allemaal dezelfde uitdaging. Wij kunnen u wel de garantie geven dat alle problemen die u genoemd heeft bij ons bekend zijn. Arun Yadunat Misir is de nieuwe directeur Economische Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling. Hij heeft op donderdag 17 september 2020 het beheer op het directoraat overgenomen van Yvette Rokadji. De laatstgenoemde heeft voorheen gefungeerd in de functie van directeur handel en is thans waarnemend directeur ondernemerschap. De communicatiedienst Suriname had na het moment van het protocol van overdracht een gesprek met directeur Yadunat Misir. U weet allemaal dat we niet een al te rooskleurige economie hebben. Het belangrijkste is dat we daar gestalte aan geven en economie valt is de motor achter welvaart, welzijn en ontwikkeling. En als zodanig proberen zoveel als mogelijk all hands on deck, ja, dit land tot grotere hoogte stuwen. Het is van belang dat we weten dat we iedereen aan boord hebben, maar dat iedereen weet welke richting we gaan. En ik heb in mijn jarenlange ervaring als HI en het voormalige HI-ministerie waar ik al werkzaam was, ja, zou het niet zo'n probleem zijn om samen met de rest dit ministerie tot grotere hoogte te stuwen. Wat vindt u verder van dit moment? Nou, het is een heugelijk moment. Ik stap, net als ik zei, de minister zei me net, ik stap in een rijdende trein. Ja? En het gaat erom dat je zoveel als mogelijk iedereen meeneemt. En ik persoonlijk zeg dat we voor iedereen gaan samenwerken. We werken met iedereen samen.
zolang je niet dwars ligt. Heeft u nog iets dat u zou willen meedelen? Ja, ik zou willen meedelen dat ik mij en mijn team optimaal ga inzetten om in elk geval de contouren van het beleid en het regeerakkoord is afgesproken in van de regering Santokhi-Brunswijk. Ja, dat we alles eraan gaan doen om die doelstellingen te realiseren. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.